Thijs van Leer, zomaar in Almelo beland. Ja zeg, en ik vond het geweldig hoor. Ja. Fantastische reactie van de mensen. Ik ben heel trots op jullie, echt. Waanzinnig. Alles eerder geweest hier? Ja, vaak. Ja. Ja. Maar dit was wel het summum. Geweldig. Vaak denk ik in theater of niet? Ja, zo ja. Dit soort dingen niet hoor. Nee. Maar ja, fantastisch. Maar Almelo is ook wel echt een festivalpubliek. Nou zeg hallo. Geweldig. Ja. Ja goed, dan kom je eigenlijk over de hele wereld en ja. Dan zijn jullie nu weer bezig met een soort tour met focus. Ja. En dan, dan kom je natuurlijk in allerlei feesttenten en braderieën en festivals terecht. Nee hoor, echt wel heel serieus. Ja. Concertgebouwen en och man. Ja. Maar daar heb je natuurlijk zelf ook wel een enorme stempel in, zo van tegen de tourmanager, ja die niet en die wel. Ja, daar heb je wel enige invloed in, maar niet altijd. Nee. Hoe is het verder met meneer Van Leer? Nou, het gaat goed. Ja. Ja, het gaat heel goed. Bijna 50 jaar focus, dus dat wordt een groot feest. Ja. Dat moet nog komen, dat komt dit jaar nog? Nee, het is nu 49 jaar oud. Oh, dus 2019 dan plakken we er nog gewoon een jaar bij aan? Eigenlijk 2020 is het dan echt 50 jaar oud, maar de hele voorbereiding doen we in 2019. Ja, oké, dus jullie zijn wel voornemens om in ieder geval toch die twee jaar nog te blijven toe? Ja, we hebben focus 11, daar hebben we bijna af. Moet nog een beetje gemixt worden, maar dat is eigenlijk zeg maar af. Dus, en er staan ook weer zulke legendarische nummers als Hocus Pocus? Nou, niet als Hocus Pocus, dat is maar eenmalig. Ja. Maar ja, misschien zit er wel een hit op, misschien ook niet. Nee. Je weet het niet. Nee. Ja, Focus, legendarisch, ik memoreerde net ook al in de uitzending in 2010 natuurlijk nog weer een boost gekregen door die commercial van Nike. Ja. Maar was dat ook zeg maar een reden om te zeggen van jongens, we gaan er nog even vol tegenaan? Nee, toen waren we weer 10 jaar bezig, dus nee, niet apart of extra, nee. Maar het was wel heel leuk, het was meegenomen hoor. Ja. Oh, 130 miljoen keer bekeken. Ja. Komt zo'n sponsor als Nike, komt hij daar dan nog wel een half jaar later op terug? Of, was toch wel mooi gelukt? We hebben wel hele leuke reacties gehad. Ja. Maar vooral van de gewone mens. Ja, dat is het herkende. Ontzettend leuk. Ja en leuk, echt hele leuke reacties. Heel leuk. Het was ook een mooie film. Ja. En morgen ook alweer in de bak of morgen even lekker uitrusten? Morgen Den Haag, ja. In het grote festival in het park. Oké. Okay. Ja. Nou, veel plezier daarbij. Hartelijk dank. En bedankt voor dit interview. Dankjewel. Cheers. Hey, top. Tot ziens, hè. Hey, doeg. Tot ziens, hè.